Yo yo mensen, kroont een hier vandaag. Ben ik hier met de allereerste video op dit nieuwe kanaal van mij, mijn tweede kanaal, mijn Let's Play kanaal. Goedendag allemaal, hartstikke bedankt voor het abonneren natuurlijk allereerst. Jullie zijn, mwah, mwah. geweldig, toppers, hartstikke leuk. Ik ga jullie heel even snel uitleggen hier in deze video wat nou een klein beetje de bedoeling is met deze, met deze nieuwe kanaal, met deze nieuwe kanaal, met dit hele nieuwe kanaal. Wat dat nou precies de bedoeling is. Want ik heb natuurlijk mijn andere kanaal nog. Daar komen GTA vooral op. En alle kak games En dat doe ik heel veel geedit. Ik wil daar gewoon games die ik speel en die edit. En ik kan alle. Zeg maar, ik speel twee uur. En daar maak ik één video over tien minuten van of zo. Gewoon echt leuk. Dat probeer meer lachen, meer humor, meer leuke dingen. Dat, dat is meer de bedoeling op dat kanaal. Bobbetonen, zo zouden ook allemaal blijven. GTA ook. Maar hier komen de let's plays. Dus uh, denk aan Stoneheart. Planet Coaster, Minecraft. Wat ik nu doe. En elke. Game die jullie mij gaan vertellen, natuurlijk. Misschien zijn er nog veel meer leuke games. Als ik denk: Goh, dit is een leuk spel, daar kan ik een let's play van maken. Gaan we dat op dit kanaal doen? Zullen er 1 à 2 per dag zijn? Gewoon zoals jullie gewend zijn. En die komt om 12 uur. En daarna komt er nog één. Dan moet ik even kijken om welke tijdstip die ga uploaden. Als ik het tweede ga doen. Maar de planning die komt in de toekomst. Ik ga proberen een planning aan te houden met vaste tijd, vaste game op vaste dag. En die planning zet ik dan wel in de beschrijving neer. En dat gaat helemaal goed komen natuurlijk. Maar ja, wat is de bedoeling met dit? We gaan hier op Minecraft spelen, Stoneheart, Planet Coast, wat ik al zei. En dat worden gewoon ongeknipte video's. Of de saai stukken halen we er wel tussen uit. Voor de rest zal het allemaal wel gewoon zo blijven. Zo is dat op mijn eigen kanaal. Ook deed het enige wat ik dus nu doe is gewoon. Ik verplaats het. Ik splits het. Ik vind dit soort video's zijn meer echt gamevideo's. Mensen die willen gamevideo's zien, zoals Minecraft, die willen dat volgen, een serie. Dan moet je op dit kanaal zijn nu gewoon, dus. De graad van mijn andere kanaal gaat het af. Daar upload ik één video per dag gewoon. Alleen echt een goede. Wat ik denk van. Ja, dit is lachen. Dit is leuk. Weet je wel, waar ik zelf volledig achter sta. Ik vind dit ook hartstikke leuk. Maar ik vind het naast elkaar. Vond ik het gewoon niet leuk staan. Gewoon. Ja, ik weet niet, het zit een beetje in mijn hoofd. Het is een beetje een autistisch trekje van mij, denk ik. Ik denk dat dat daar aan ligt. Ik vind gewoon. Ja, het kon niet, naar mijn mening. Het kon gewoon niet. En dit is naar mijn mening een stuk beter, dus ik ga hier ook zeker mee door. Dus er verandert voor jullie eigenlijk niks. Dus zelfs misschien positief dat er soms nog een extra Let's Play online komt. Alleen dan op een ander kanaal. Dus uh, ja, jullie zijn er nu al, jullie zien het nu. Daar ben ik hartstikke blij om. En voor de nieuwe mensen op dit kanaal, ik heb ook nog een hoofdkanaal. Dus met meer, een beetje meer comedy-achtige kant wil ik op gaan. Of meer lachen, lol hebben tijdens gamen. En dit is een iets serieuzer kanaal. En dit is eigenlijk de allereerste aflevering op uh, dit kanaal. Dus hallo, uh, welkom. Jullie zijn hier al gewoon bij de allereerste Chromoplays-aflevering. En uh, dit heb ik even gedaan. Hartstikke mooi. We hebben hier even een, uh, een tree farm gemaakt. Moeten we nog helemaal gaan aankleden. Moeten we nog verder doorlopen. Maar ik vond dit wel vet. Het ziet er redelijk mooi uit. En dan wil ik hier al omheen nog wat. Een mooi vloertje leggen met lampjes en dingen. Gaan we helemaal mooi aankleden. Wordt hartstikke mooi. Heeft ook een hoop tijd gekost. Want ik heb inderdaad alleen een Iron Pickaxe. Dus uh, daar moet ik nog even naar gaan kijken. En hier heb ik natuurlijk de saplings. En die gaan we hier planten. Het is gewoon makkelijk. Hoeft niet boven de grond zijn. Kunnen we onder de grond al dat soort dingen doen. Dat, is, dat vind ik hartstikke makkelijk. En dan gaan we even snel hierheen rennen. Rritsch! En hier ook komen de schapen. En ik heb dus hier al een hele hoop lopen hakken. Want hier dit gras dat moet nog even doorgroeien. Dat is uh, op zijn plaats aan het gaan. Dat komt dan hier. En dat laten we allemaal doorgroeien. Hier komt gras. En elk hokje krijgt gras. En elke boog die je hier ziet, krijgt een eigen kleur. Dus laten we zeggen dat we hier al wit schapen in doen, wordt deze wit. Wordt dit een rode schapenhok, komen alleen maar rode schapen in, wordt dit rood. Zo kunnen we dat een beetje verdelen. Dan krijgen we hier een hele rij met allemaal soorten schapen. En het is meer gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om te hebben. En uh, dat is lekker makkelijk. Oh, wat doet deze koe? Dit is een disco koe. Yo, ik heb dit zo gemaakt zodat je hier niet omhoog komt. Maar toch komen ze nog omhoog. Nou, dit zijn de koeien. Daar hebben we er al aardig wat van. Dus daar ben ik zeker weten blij mee. Dat gaat hartstikke goed. Nou, hier ook komen natuurlijk de kisten straks te staan. Met al alle... het hooi, zeg maar. Dat komt hier al allemaal. En dan kunnen we de koeien mee voeren. En dat gaat hier naartoe lopen. Dat hebben jullie denk ik al gezien. Ja, dat hebben jullie al gezien. Dat gaat hier ook natuurlijk naartoe. Waar we al ons onze... Ja, onze gras en zo gaan planten. Dus dat is super. Dus dat loopt allemaal lekker door. Ik ben er hartstikke blij mee. En hier zou eerst de schaap komen. Heb ik niet gedaan, omdat daar de zee zit. Je zit daar achter, zit de zee, en dat is een beetje lastig. Dat zit een beetje bij elkaar allemaal. Het enige nadeel is als je hier loopt, ooi je de koeien. Maar het is alleen daar. Dus voor de rest heb je er vrij weinig last van. Vrij weinig. We hebben er niet zoveel last van. Is helemaal geen probleem. Gaan we gewoon lekker mee door. Ja, kijk eens aan. En uh, ja, hier moeten we nog natuurlijk nog een keer iets moois gaan maken. Maar ik denk dat we dus hier boven de grond gaan we een soort gebouwen maken van de kijkers. Want we moeten natuurlijk met de let's plays wel een beetje jullie als kijker meetrekken in het verhaal wat we hier al aan het maken zijn. Dus dat is een beetje niet het idee daarvoor. En zoals je ziet, I like it. It's beautiful. Dus um, ja, dus even een Minecraft-updateje natuurlijk. Uh, de let's plays gaan gewoon komen. Ik denk dat ik daar deze week mee ga starten. Dus je gaat vanzelf de video's op dit kanaal zien komen. En. Um, nou, vergeet het duimpje niet zou ik zeggen. Een hele fijne dag. Bedankt voor het abonneren nogmaals. I really appreciate it. Dankjewel. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. En dat wordt dan de eerste officiële echte let's play video. Die gewoon doorgaat op dit kanaal. Nou zit ik te denken. Gaan we dan wel door met 8? Nou ja, dat gaan we allemaal wel zien. Een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Yo yo, yo yo.